dames en heren, goedenavond. In de ruzie tussen VVD en CDA over het wetsontwerp twee verdieners heeft het kabinet vanavond een compromis naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin het verschil tussen 425 gulden arbeidstoeslag en 350 gulden arbeidstoeslag keurig in tweeën wordt gedeeld. Het is een gedachte waar onze verslaggever Dirk Kuyn vorige week al op was gekomen, aan de vooravond van het Kamerdebat, toen de ruiten al rinkelden van de ruzie. Maar toen kon het absoluut niet. Kijkt u naar de woordvoerders van CDA en VVD in onze uitzending van vorige week dinsdag. U staat op 425 gulden arbeidstoeslag, u op 350 gulden. Volgens mij is het midden 387 gulden 50. Nee, dat zou niet in overeenstemming zijn met de argumentatie die ik heb gegeven. Ik heb gezegd dat we hebben gesproken over die arbeidstoeslag. Dat was voor ons een heel cruciaal punt. Het was 600 gulden, we zijn al terug naar 425. Ergens trek je de grens en die politieke grens trekt de VVD-fractie heel duidelijk bij 425 gulden. Ik dien morgen een amendement in op 350 gulden. Wat vorige week niet kon, dat kan vandaag dus wel. Die botsing van vorige week zat hem dan ook niet in de zaak zelf. Want wat dat betreft ging het om details. Maar in de beschuldiging van de VVD dat de CDA-fractie een onbetrouwbare regeringspartner is waar geen afspraken mee zijn te maken. Het CDA heeft daar hevig aanstoot aan genomen. En die vertrouwensbreuk die is ook vandaag nog onverminderd aanwezig. Ook al is de zaak van de twee verdieners dan nu geregeld in een compromis. Ed Nijpels, de fractievoorzitter van de VVD, begon vanavond in zijn commentaar op dat compromis dan ook gewoon van voren af aan. Er was vorige week wel degelijk een afspraak met de CDA-fractie en Nijpels hoopt in de toekomst nou bespaard te blijven voor dit soort verrassingen van een CDA dat zijn afspraken niet nakomt. In een gesprek met Dirk Kuyn legt Nijpels uit hoe anders de CDA-fractie opereert dan de VVD-fractie. Hoe gaat het nou eigenlijk met fractievoorzitters en met specialisten die onderhandelen met een fractievoorzitter of met een specialist van een andere coalitiepartner? Nou, bij de VVD is het zo dat als een van onze specialisten op pad wordt gestuurd met een boodschap namens de fractie, of als ik op pad word gestuurd, dat de fractie ons dan vrijwel altijd een volmacht geeft. Je mag dan zaken doen en de fractie respecteert vervolgens het resultaat, de afspraak die je met zo'n coalitiepartner sluit. Nou, wat is nou het verschil tussen de heer De Vries en mij? De heer De Vries zegt, ik kan mijn fractie nooit binden. Ik kan alleen maar toezeggen dat ik bereid ben zo'n compromis wat tot stand gekomen is te verdedigen in mijn fractie. Nou, ik zeg, ik sta daar tegenover. En dat is altijd de gewoonte geweest bij de VVD. Dat was zo met de heer Wiegel. Dat was zo met de heer Rietkerk. Dat als ik als fractievoorzitter van de VVD of als een van mijn collega's namens de VVD ja zegt tegen een voorstel, dan is vervolgens de hele fractie daaraan gebonden. En dan houden we ons aan zo'n afspraak. Maar hoe moet ik me dat nou voorstellen bij de eerstvolgende gelegenheid dat u een afspraak moet maken met de CDA? En dat zal er nog wel voorkomen. Gaat u nou afspraken maken en vraagt u dan, Bert, hebben we hier nou een politieke binding over? Of welke binding hebben we nu? Ik denk dat we in ieder geval wel hebben geleerd uit dat hele gedoe afgelopen week. Want eerlijk gezegd vind ik het gedoe en ik heb u al gezegd, het was mijn liefding geweest als we al die herrie hadden kunnen voorkomen. Vandaar ook dit Salomons oordeel niet van het kabinet. Ik denk dat we in de toekomst met elkaar, als er dit soort zaken zich voordoen, dat we dan inderdaad aan elkaar moeten vragen, zijn we het hier met elkaar over eens? Beschouwen onze fractie hier als gebonden of niet? En ik heb alle vertrouwen in dat dat met mijn collega De Vries heel goed zal lukken. Ik heb er nog meer vertrouwen in dat het ook met de heer Lubbers op dat punt ook uitstekend zaken doen is. We moeten natuurlijk ook in politiek opzicht wijs zijn. En ik hoop dat we wat dat betreft de afgelopen week allemaal ons lesje hebben geleerd. De suggesties die u heeft gedaan dat het CDA onbetrouwbaar is, die blijven dus gewoon liggen. Want u zegt, de feiten geven ons gelijk. Wat de VVD-fractie heeft gezegd is dat wij uit zijn gegaan van politieke binding aan het compromisvoorstel van het kabinet. En het kabinet heeft dat vorige week 5 keer in het debat herhaald. Dat betekende dus dat het kabinet, en dat bestaat uit CDA en VVD, dat kabinet het eens was met het standpunt van de Tweede Kamerfractie van de VVD. En ik heb daar op dit moment niks op toe te voegen. Zei het dat ik het van groot belang zou achten, zeker voor de sfeer tussen de coalitiepartijen, als we ons vandaag niet alleen neerleggen bij het Salomonsoordeel van het kabinet, maar als we ook tegelijkertijd hiermee een streep zetten onder deze rekening.
Nijpels heeft dus alle vertrouwen, zegt hij, dat het voortaan met de Vries en met Lubbers beter zal lukken. Maar van zijn verwijten neemt hij niks terug. En de neerbuigende toon, als hij de manier van opereren van de CDA-fractie beschrijft, die toon die is onverminderd aanwezig. De Vries was vanavond dan ook even woedend op Nijpels als hij dat vorige week was. Maar de Vries is een man met een zachtaardig karakter en hij vond het niet opportun om nu weer blijk te geven van die kwaadheid. Maar praten met Nijpels, officieel praten, zoals ze dat eens in de week deden, dat doet de Vries voorlopig niet. Wil de vertrouwensrelatie tussen de regeringsfracties hersteld worden, zegt de Vries, dan moet Nijpels eerst de twijfel wegnemen die hij heeft gezaaid over de integriteit van het CDA. Nijpels eerst. Kijkt u naar de Vries in gesprek met Ferry Mingelen. Er is nu een zakelijke oplossing bereikt. Dat betekent niet dat daarmee ook de vertrouwensrelatie is hersteld tussen de beide regeringsfracties. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar de komende dagen aan gaan werken. Ja, moet voor u een teleurstelling zijn dat de VVD-fractieleider vandaag in zijn commentaar nog eens herhaalt dat die afspraken die u betwist er wel degelijk waren en dat hij in de toekomst niet weer voor zulke verrassingen wil worden gesteld. Dat klinkt niet erg compromisachtig. Nee, ik heb daar ook niet met vreugde kennis van genomen. En voor mij geldt natuurlijk dat ik in de toekomst niet weer voor de verrassing wil worden geplaatst. Dat ik zomaar ineens in een televisieuitzending ervan word beschuldigd om afspraken te hebben geschonden. Terwijl mij daarover van tevoren met mij helemaal niet gesproken is. Dus ik vind dat dit punt van geschil toch uit de wereld moet. Ja, zakelijk gezien is het conflict opgelost. Politiek gezien is het eigenlijk verergerd met dit commentaar van de heer Nijpels? Ik wil niet zeggen verergerd, maar in ieder geval is het geen gebaar van de VVD-fractie dat erop wijst dat men erop uit is om de vertrouwensrelatie te herstellen. En dat vind ik heel slecht, ja. De zaak zelf heeft door het crisiskarakter veel aandacht getrokken. Naar buiten toe moet dit toch ook wel een bijzonder merkwaardige indruk hebben gemaakt. Er zijn hele negatieve commentaren verschenen vandaag in de kranten. U en de heer Nijpels worden afgeschilderd als geestelijke lilliputters. Als u dat nou zo beziet, zegt u dan toch niet achteraf die schade is zelfs nog groter dan de kwestie van het vertrouwen en dus had die crisis sowieso niet moeten ontstaan? Nou, ik vind de schade voor de politiek van dit incident inderdaad erg groot. Iedereen met een gezond verstand in Nederland beseft dat dit buiten elke normale verhoudingen is opgeblazen, dit incident. En dat hier sprake is van een betrekkelijk ordinaire ruzie. Nou zal het de neiging van veel mensen zijn om te zeggen waar de twee kijven hebben de twee schuld. Ja, ik moet toch vaststellen achteraf dat die hele ontwikkeling in gang gezet is doordat twee weken geleden ineens volstrekt bij verrassing in een uitzending van Haagse Bluf mijn collega-fractieleider van de VVD de CDA-fractie beschuldigt van het niet nakomen van afspraken. Terwijl daarvoor daarover met mij helemaal niet gesproken was. Nou, dan wil ik best politiek overleg hebben natuurlijk met mijn collega van de VVD. Maar als ik dan in een televisieuitzending zo'n verwijt moet horen dat niet op mijn kamer gemaakt wordt, dan vraag ik me inderdaad af, wat is nou de zin van dat type overleg? Ja, toch is mijn vraag. CDA en VVD hebben nog heel wat te verrichten naar eigen inzicht om de economie weer gezond te maken. De opiniepeilingen die geven de PvdA grote winst. Je zou dus zeggen, er is geen enkel voordeel voor de beide regeringspartijen om met elkaar ruziend over de keien te gaan. Is dan dat grotere belang, moet dat dan niet toe leiden dat u zegt van nou maken we een eind aan al dat gedoe. Ik ga gewoon woensdag met de heer Nijpels praten en dan zullen we eens even flink met elkaar de zaken uitpraten en het voor de rest vergeten. Want anders blijft dat maar sleven. Ik vind dat er zo snel mogelijk een eind moet worden gemaakt aan dit gedoe. Daar ben ik volstrekt met u eens. Maar ik kan mij als voorzitter van de CDA Tweede Kamerfractie niet laten aanleunen dat op willekeurige momenten ik ineens word overrompeld met de beschuldiging van onbetrouwbaarheid. Ja. U wacht dus met het goedmaken van de verhoudingen totdat de heer Nijpels daartoe het initiatief neemt? Totdat er een signaal komt dat ook de VVD het gewenst vindt om de vertrouwensrelatie te herstellen. Kortom, de Vries heeft tabak van Nijpels beschuldigingen. Er is schade aangericht aan de politiek door een ordinaire ruzie waarvan Nijpels de schuld draagt. En als de relatie moet worden hersteld, dan moet dat nou maar eens een keertje van Nijpels komen. Voor de Partij van de Arbeid werd vorige week in het debat het woord gevoerd door het Kamerlid Combrink.
die geriefelijk en bekwaam toezag hoe de regeringsfracties elkaar in de haren vlogen. Wat vindt hij van het compromis over de twee verdieners dat vandaag werd gepresenteerd? En wie heeft er volgens hem nou gewonnen? CDA of VVD? Ton Elias vroeg het Combrink. Inhoudelijk hebben beide schade geleden omdat men zo'n ordinaire ruzie gemaakt heeft over een zo'n betrekkelijke kwestie. Politiek gezien heeft de VVD het meest verloren omdat men uitdrukkelijk een onaanvaardbaar van het kabinet had willen horen op het wijzigingsvoorstel van het CDA. En dat is niet gekomen. Men heeft moeten slikken. Een ordinaire ruzie, zegt u, maar dan wel een waar u handen wrijvend bij stond te kijken als oppositie. Zeker. U heeft het kabinet bijna in een crisis weten te brengen. Dat is nu opgelost. Moet u toch toegeven dat het de heer Lubbers weer gelukt is, hè? Voor het bijna brengen van het kabinet in de crisis had ik de medewerking nodig van beide regeringsfracties. En die hebben ze ruimschoots weten te bieden. Ik weet niet of de heer Lubbers dit nou heeft opgelost. Hij heeft zijn gezag laten gelden. Ja, ik denk niet dat dat helemaal waar is. Ik denk dat het accent in de gesprekken ergens anders gelegen heeft. En niet primair bij de heer Lubbers. Maar men is eruit gekomen. Men moest er ook uitkomen. Want het was natuurlijk te belachelijk geweest om een kabinet hierop te laten sneuvelen. En het is alleen maar gek dat geen van beide partijen zich dat in een eerder stadium heeft gerealiseerd. Het eerste slachtoffer van deze uit de hand gelopen ruzie tussen de regeringspartners was misschien wel staatssecretaris Koning van Financiën. De man die na maanden onderhandelen met CDA en VVD een goede regeling ontworpen dacht te hebben. Normaal gesproken zou hij het wetsontwerp twee verdieners na zoveel voorbereiding soepel door de Tweede Kamer hebben kunnen loodsen. Maar in deze politieke storm hield het niet ongeschonden stand. Meneer Koning, fiscale wetgeving is een serieuze zaak. Hoe beoordeelt u de medewetgevende rol van de Tweede Kamer van vorige week? De medewetgevende taak van de Tweede Kamer is altijd zeer serieus. De Tweede Kamer kijkt natuurlijk in de eerste plaats naar hoe fiscale wetgeving, zoals andere wetgeving ook, uitpakt en hoe dat voor de burgers uitwerkt. Ik had de indruk vorige week dat het op den duur niet meer om de zaak zelf ging, maar om een prestigegevecht met als inzet de betrouwbaarheid van de CDA-fractie. Of dat nou een juiste conclusie is, laat ik op dit ogenblik in het midden. Alleen constateren dat op een gegeven ogenblik de emoties wel hoog zijn opgelopen en dat het dringend nodig werd dat die emoties afkoelden. Ja. Het Parool heeft het vanavond over een schertsvertoning in een studentensociëteit. Verwijzend naar vorige week. De hoofdredacteur van de Haagse Courant schrijft in zijn commentaar over geestelijke lilliputters. Hij bedoelt de Vries en Nijpels. Ik bedoel, dat zijn toch oordelen waar we ons iets van dienen aan te trekken. De regering heeft over dat soort zaken nimmer een oordeel, want de Kamer beoordeelt de regering en niet de regering de Kamer. Maar de publieke opinie is dus van mening dat de Kamer vorige week dus zijn wetgevende taak niet erg serieus heeft genomen. Ik vind dat een wat merkwaardige vraag aan het medelid van de wetgever die tot de regering behoort. Dat zijn vragen die u aan de fractievoorzitters, CQ, de woordvoerders van de partijen moet stellen die bij het wetsontwerp betrokken zijn geweest. Ja, nou, de vraag aan u zou dan zijn, gaat het u niet aan uw hart dat u ter wille van een politieke prestigestrijd waar u eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft, de zaak moet veranderen? Nou, laat ik het zo formuleren. In de NRC stond laatst dat ik zowel een fiscaal deskundige was als een vrij grote politieke parlementaire ervaring had. En ik verbaas mij in het geheel niet over zaken zoals die zich de vorige week hebben voorgedaan. Ik herinner aan jaren geleden, ik denk dat het begin van de 70e jaren was, dat we een soortgelijke zaak hadden. Met betrekking, ik weet niet eens meer precies, maar het ging geloof ik over de omzetbelasting. En dat vrouw Utewaal van Stoepwegen midden in de nacht op een gegeven ogenblik riep en dat is nog eens in een liedje verwerkt. Die is gekke werk. Ja, dat nou, dat hebben we en dat hebben we in ieder geval kunnen voorkomen. Nou, u bent nu gedwongen om een wetsontwerp waarvan u vorige week dacht, dit is het beste wat ik te presenteren heb, om dat in het weekend over te gaan maken op een aantal punten. Nou, u moet het nu ook niet zwaarder maken dan het is. Op een onderdeel liepen de meningen vrij sterk uiteen. Het wetsontwerp als zodanig blijft in het wijzigingsvoorstel geheel boven water. Er is op een onderdeel een wijziging aangebracht. En als regering moet je openstaan voor het gemeen overleg met de Staten-Generaal. Nou, dat heeft het kabinet ook gedaan in het beraad van afgelopen vrijdag in de ministerraad van toen. En in de ministerraad van hedenmorgen is dat afgerond.
Bert de Vries stelt vast dat er schade voor de politiek is aangericht door wat er vorige week en in dit weekend is gebeurd. Is er naar uw mening schade aangezien voor het aanzien van de wetgeving? Ik geloof dat het te vroeg is om dat te beoordelen. Of de wetgeving zoals die nu gewijzigd is al dan niet goed is, zal blijken in de praktijk. En ik denk dat de wijzigingen die zijn aangebracht geen schade aan het wetsvoorstel hebben veroorzaakt. Geen schade aan het wetsvoorstel veroorzaakt. En dat is een begrijpelijk oordeel, want de wijzigingen, hoe haastig ook tot stand gekomen, die hebben het wetsontwerp twee verdieners niet wezenlijk aangetast. Het was dus eigenlijk een crisis om niks. Maar wel een die de sfeer tussen de regeringsfracties en tussen de fractievoorzitters De Vries en Nijpels grondig heeft bedorven. De sfeer van betrekkelijke harmonie waarin het kabinet Lubbers de eerste twee jaar heeft kunnen regeren, die is voorlopig eventjes voorbij. CDA en VVD verliezen volgens de opiniepeilingen aan kiezersgunst. En de fracties voelen zich daardoor gedwongen zich vrijer tegenover het kabinet, maar vooral vrijer tegenover elkaar op te stellen. De kiezer heeft recht op duidelijkheid. Waar staat het CDA? Wat wil de VVD? Maar met de duidelijkheid die deze vestzakcrisis heeft geboden, daar schiet de kiezer ook niet veel mee op. Dit was het voor vandaag. Morgen zijn we bij u terug. Goedenavond.